De leperziekte begint hier te regeren. Vele mensen zijn er gans mee bedekt. Zij sterven er niet dadelijk van, maar zij genezen bijna nooit niet. Het is gevaarlijk mits het voortloopt van de ene tot de andere. De ganse bevolking van onze eilanden bedraagt 62.000 zielen. De dood maait velen weg. Eertijds waren er veel meer. In de protestantse kerk predikten invloedrijke congregationalisten zoals Ilaya Bond dat de melaatsen de straf van God op zich hadden geladen door hun onkuisheid. De blanke elite drong er bij de regering op aan dat de melaatsen naar een afgelegen eiland zouden verbannen worden. Er stond in de Bijbel, in het boek Leviticus, dat de melaatsen zich de kleren zal scheuren, de haren losknopen en schreeuwen onrein, onrein. En hij zal alleen wonen in een verblijf buiten het kamp. There was a great correlation between how prisoners were treated and how the patients were treated. They were arrested. They were taken in by police if they did not surrender voluntarily. They were sent away by force to Molokai. When they were being investigated, they were suspects. In de gezelschap van bisschop Maigret reisde Damiaan naar de havenstad Lahaina. In die tijd een bolwerk van walvisvaders en protestantse missionarissen. De banyanboom, die nu met zijn uitgegroeide luchtwortels het hele plein overschaduwt, was net geplant toen Damiaan in mei 1873 naar de haven reed. Hier werd hij voor het eerst geconfronteerd met de manier waarop melaatsen werden afgevoerd. Ze werden aan boord geladen van vrachtschepen in kooien die gebruikt werden voor het vervoer van vee. It was a white man's law. They couldn't fight it. The worst part was separating of families. The disease didn't worry them so much as being separated from their families. And if they knew they had it, they would run and hide. And they had to be tracked down, you know, and forced to go to Papua. There was no sympathy at all, no feeling for the people. They're just, you're like in the old Bible, you're unclean, you're not supposed to be with them. They just throw them on a boat and dump them, you know. That's how they treated the early lepers. Called Papua as the land of the living dead. They knew they had no treatment. They knew that they were just abandoned. They might as well be dead.